Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom namens Aan de Slag met Omgevingswet en Royal Haskoning DEV bij dit webinar over omgevingsvisie en energietransitie. Fijn dat u er allemaal bent. Ik zie nog mensen binnenkomen druppelen. Dit is de vierde van 5 webinars over de omgevingsvisie, een instrument uit de Omgevingswet, en over bepaalde opgaven. Er zijn al webinars geweest over omgevingsvisie en gezondheid, de relatie met MER, woningbouw. Dit is dan over energietransitie en op 27 mei volgt er nog een over omgevingsvisies en klimaatadaptatie. Mijn naam is Jelle Troelstra. Ik werk bij Aan de Slag met de Omgevingswet en vandaag ben ik uw gespreksleider. De Omgevingswet komt eraan en vele gemeenten zijn al bezig met de omgevingsvisie of hebben er al een of denken erover na. En de aanleiding voor deze webinars is om ervaringen en kennis te delen over hoe het dan gaat met omgevingsvisies en het opstellen daarvan. En ook gekoppeld aan de opgaven die ik zojuist noemde. Deze webinars zijn georganiseerd met de gedachte dat het van belang kan zijn juist om dergelijke opgaven in omgevingsvisies op te nemen. Ook als een manier om allerlei onderdelen van de fysieke leefomgeving en thema's met elkaar in verband te brengen, zodat je tot een coherent omgevingsbeleid komt. U bent nu gemute. Als u vragen hebt gedurende het programma, kunt u die stellen in de chat. Die wordt dan in de gaten gehouden. En dan komen die aan de orde. Wellicht kunt u ook in de chat aangeven of uw gemeente of uw organisatie op een of andere manier al betrokken is bij een omgevingsvisie of deze maakt of al heeft gemaakt. En of daar dan energietransitie een rol in speelt. De webinar van vandaag bestaat uit 5 presentaties en een paneldiscussie. De presentaties die worden opgenomen en later ook gedeeld. De paneldiscussie wordt niet gedeeld. Later volgt ook nog een two-pager over het onderwerp met de belangrijkste inzichten en die krijgt u dan ook. En de presentaties, de slides, worden ook met u gedeeld. Ik zal even het programma bij u introduceren. We beginnen zo met een presentatie door een deskundige, Mike Duin. Hij is raadgevend op de School of Social and Behavioral Sciences. En hij zal vertellen in 10 minuten over de energietransitie in de praktijk en ook de link met de Omgevingswet. Vervolgens komt Gerry Vente van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën aan de orde. En zij zal vertellen over omgevingsvisie en RESSEN en ook een link leggen met andere instrumenten uit de Omgevingswet. En dan gaan we over naar ervaringen van gemeenten. Om 10:35 zal Wouter-Jan Oosten, beleidsadviseur gebiedsontwikkeling van de gemeente Meijerijstad, de ervaringen van die gemeente met jullie delen. En dan hebben we even een korte pauze. Dan kunnen we even koffie halen. En dan daarna komt Pieter Klep van de gemeente Breda, adviseur energietransitie en klimaatbeleid bij de gemeente Breda. En hij zal over de ervaringen van die gemeente vertellen. Als laatste gemeente is dan Amsterdam. Rob Klemmeren, beleidsadviseur bij de gemeente, zal dan de ervaringen van de gemeente Amsterdam met jullie delen. En dan wordt de presentatie vervolgens afgesloten met een reflectie op wat daarvoor is gepresenteerd door Klim Soré van Royal Haskoning DEV. Hij is daar landschapsarchitect. En dan zullen we de paneldiscussie openen en de inleiders zitten in de panel. En in het panel zit ook nog Irma Dekker, adviseur bij Aan de Slag met Omgevingswet. En dan hopen we tegen 12 uiterlijk de webinar weer af te sluiten. Nou, ik wens jullie allemaal een hele fijne bijeenkomst toe. En we lopen een paar minuten voor op tijd, dat is nooit verkeerd. Dan geef ik graag het woord aan Mike Duin om ons mee te nemen in een algemeen beeld over energietransitie in de praktijk. Mike, aan jou het woord.
Ja, dankjewel Jelle. Beste deelnemers, ik ben zeer vereerd dat ik een presentatie mag geven. Een korte introductie over de relatie tussen de omgevingswet en de energietransitie. Ik zal nu proberen mijn presentatie te delen. Hoop dat het goed gaat. Is deze in beeld? Oké. Mijn presentatie bestaat uit een aantal onderdelen. Kijk hoor. Vier onderdelen zou ik met u willen bespreken. Energietransitie in de notendop. De relatie tussen energie en ruimtelijke organisatie, ruimtelijke inrichting. Fysieke, ruimtelijke en maatschappelijke kansen van de energietransitie. En hoe zou het denken vanuit de omgevingswet kunnen helpen bij verduurzaming van de lokale energievoorziening? We richten ons toch met name op gemeenten, dus dat is denk ik het niveau waar we het even op moeten beperken. Naar het eerste onderdeel. Als je kijkt naar de energietransitie, denk ik altijd goed om eventjes terug te gaan naar de omslag waar we momenteel mee te maken hebben en waar we nu middenin zitten. We hebben natuurlijk te maken met een aantal ontwikkelingen die gelijktijdig plaats zullen vinden. Het eerste is de zoektocht naar hernieuwbare energiebronnen. Er zijn er natuurlijk een aantal bekend, er zijn er nog een aantal in ontwikkeling. En die energiebronnen die worden gekenmerkt door wat we in de transitiewetenschappen wel noemen many for many energiebronnen. Dat betekent dat je verschillende type bronnen voor verschillende toepassingen aan elkaar zou moeten koppelen. En ik hoef u niet uit te leggen dat dat een behoorlijke opgave is. En als laatste hebben we te maken met een meer decentrale inrichting van het energiesysteem. En de gevolgen van die ontwikkeling zijn dat we eigenlijk midden in een soort paradigmawisseling zitten als het gaat om onze energievoorziening. We moeten daar echt anders over na gaan denken. De gebaande paden die we nu kennen, die gaan toch veel minder op. We zullen naar nieuwe businessmodellen moeten gaan. Waarin wellicht verschillende nieuwe type spelers, nieuwe vormen en arrangementen zullen aanbieden om die decentrale energievoorziening ook vorm en inhoud te geven. En het gaat natuurlijk ook over ander gedrag wat nodig is. Dat gaat ook over energiebesparing. Wanneer gebruik je welke energiebron? Kun je dat balanceren? Nou, dat zijn allerlei zaken die momenteel nog in ontwikkeling zijn. En het gevolg daarvan is dat we te maken hebben of zullen gaan krijgen. En we zien het al om ons heen. Met een ander type ruimtegebruik. Als we dat even visualiseren, dan zien we grofweg dat dit eigenlijk het transitiepad is waar we momenteel op zitten. We komen van een situatie waarin we niet hernieuwbare bronnen gebruiken. Denk aan olie, steenkool, bruinkool, gas. Waarin die eigenlijk in een soort one-to-many systemen zitten. Je hebt er één grote fabriek of een aantal grote fabrieken. Daarmee wek je warmte en energie op en je hebt een hele grote aantal afnemers die daar dankbaar gebruik van maken. En het is eigenlijk een soort centraal gestuurd systeem. Nou, de groene pijl geeft aan dat we naar een ander systeem moeten gaan. Hè, dat we naar hernieuwbare bronnen gaan die zeg maar te maken hebben met of die in een systeem van verschillende typen bronnen voor verschillende type toepassingen gaan en dat veel meer decentraal is van karakter. En dat is verbeeld in het plaatje daaronder waarin je verschillende hernieuwbare bronnen ziet die je op een of andere manier naar een productiefaciliteit moet brengen en dat op het energiesysteem zou moeten aansluiten. Nou, als we kijken naar de relatie tussen energietransitie en de ruimtelijke organisatie, dan zul je zien dat er een lappendeken gaat ontstaan aan duurzame energiebronnen en desbetreffende gebruikers. En het organiseren van die lappendeken, dat is echt een uitdaging waar we nu in staan.
Je zult dan ook zeg maar beter in staat moeten zijn om vraag en aanbod te balanceren. En dat stelt ook weer eisen aan het ruimtegebruik. Hè. Denk aan bijvoorbeeld aan ondersteunende infrastructuur, kabels en leidingen, bijvoorbeeld opslag van energie. Maar denk ook bijvoorbeeld dat het principe van nabijheid ook een belangrijk uitgangspunt is. Hè. Als je bijvoorbeeld warmte moet transporteren over een langere afstand, ja, dan verlies je gewoon rendement. Dus je moet dat op een of andere manier toch bij elkaar brengen. Het kan ook een kwestie van stimuleren van 3D-ordening. Dus waarin je de ondergrond ook nadrukkelijk gaat meenemen als een potentiële entiteit waarin je energie kunt opslaan, waar je energie kunt winnen. Hè, denk aan geothermie, warmte-koude opslag. Dus je zult veel meer in een 3D-dimensie moeten gaan nadenken. Als het gaat om je ruimtelijke inrichting en organisatie. Nou, dat heb ik als volgt weer een beetje proberen te verbeelden. Je hebt verschillende type bronnen en die moet je stekkeren op allerlei type ruimtegebruik, bijvoorbeeld in de stad. En dat stelt nieuwe eisen aan het energiesysteem en daarmee ook aan de ruimte. Ja, dus ik heb het al even gehad over de balancering. Je moet misschien meer gaan werken met smart grids. Nou ja, dat vraagt om installaties, regel- en meetapparatuur, kabels en leidingen. Je zult misschien type ruimtegebruik beter moeten synchroniseren met de beschikbare bronnen. Het gaat om nabijheid. Je kunt misschien ook ruimtegebruik recombineren met energievoorziening of energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan zonnedaken en dat soort zaken, of energie-neutrale huizen, of WKO. De inbedding gaat echt een belangrijke uitdaging zijn. Als je alleen al naar het plaatje linksonder kijkt, ja, zie daar nog eens wat in zo'n stedelijke omgeving nieuwe infrastructuur, nieuwe type ruimtegebruik te gaan inpassen. En je zult ook iets moeten doen met verevening en compensatie. Als je nieuwe ruimtegebruik gaat nodig hebben voor energiebronnen, ja, dan zullen er misschien andere ruimtelijke en economische functies in het gedrang komen. En daar zul je toch iets mee moeten. Nou, de energietransitie biedt naar mijn smaak ook fysieke en ruimtelijke kansen. Je kunt denken aan energie als structurerende en integrerende functie, dragen voor andere ruimtelijke functies en andere economische functies. Denk aan een analogie met bijvoorbeeld verkeersinfrastructuur, waarin dat ook vaak benut wordt, of groen-blauwe structuren, waar langs ook andere ontwikkelingen plaats moeten kunnen vinden. Nou, er wordt wel gesproken over, kun je energielandschappen aanleggen, kun je iets met energie-neutrale wijken die bepaalde kenmerken hebben, ook in ruimtelijke zin. Daarnaast wordt energie ook wel vaak gezien als een drijvende kracht voor maatschappelijk initiatief. Hè, er poppen allerlei nieuwe arrangementen op, als bijvoorbeeld energiecoöperaties, energy as a service. Kun je iets met het idee de energieke samenleving? Dat wordt ook wel een aantal malen genoemd. En je ziet ook wel buurt- en wijkcoöperaties die bijvoorbeeld toch ook trachten energie op te wekken, dan wel te besparen en daar bijvoorbeeld burgerinitiatieven omheen te ontwikkelen. De vraag is dan, hoe zou je de omgevingswet als aanstaande majeur wettelijk kader kunnen benutten om de verduurzaming van de lokale energievoorziening vorm en inhoud te geven? Ik richt me dan maar even op twee speerpunten in de omgevingswet, integratie en participatie. Nou, integratie kun je bij wijze van spreken energie als aspect in de ruimtelijke inrichting omvormen naar een meer integrerende functie. Kun je nou door middel van infrastructuur rondom energie en de groepering bijvoorbeeld van energie en energievragende functies benutten als een meer integrerend principe, hè, in je ruimtelijke ordening.
En ja, in de participatie biedt het ook allerlei kansen. Hè? Het huidige energiesysteem is met name top-down marktgedreven. En wellicht kun je daar iets meer van maken van de bottom-up maatschappelijk gedragen activiteiten. Zoals net het voorbeeld gaf over de energiecoöperaties. Nou, we zien dan in, als je kijkt naar een vertaling van dit soort uitgangspunten in omgevingswet instrumentarium, zie je al verschillende ontwikkelingen oppoppen. Sommige gemeenten hebben het klimaatakkoord wat op landelijk niveau is ontwikkeld, al omgevormd naar een lokaal klimaatakkoord. Je ziet nu de gemeente, nou, dat hoef ik u niet uit te leggen, daar zit u allemaal middenin, bezig met de lokale vertaling van de RES'en naar de deelnemende gemeente. En je ziet natuurlijk ook gemeenten die al bezig zijn met bijvoorbeeld de lokale programmering door de lokale warmtetransitie vorm te geven, lokale warmteplannen. En dus er zullen dan maatregelen uitgewerkt moeten worden tussen lokale overheid, private organisaties, burgers en burgercollectieven. Nou, dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld het inpassen van de RES'en op het lokaal niveau, leidt dat tot een aantal vraagstukken. Het ligt legitimatievraagstukken. Je moet natuurlijk op individueel niveau in raden en staten toch besluitvorming over de vertaling naar het lokaal niveau vorm geven. Het gaat natuurlijk over het locatievraagstuk, het ruimtelijk reserveren en inpassen van die duurzame energiebronnen. Er speelt een participatievraagstuk. Kan de lokale samenleving meedoen? Of worden ze alleen geconfronteerd met bijvoorbeeld de overlast? Hè? Denk aan windparken en zonneparken. Het rendementsvraagstuk. Je zult allemaal als gemeente je duit in het zakje moeten doen om op het regionaal niveau zeg maar het rendement wat je hebt afgesproken ook te halen. Daar zal Gerry Vente zo meteen veel meer over kunnen vertellen. Maar telt dat op tot wat nodig is? En als laatste observatie en vraagstuk die ik zag. Van ja, het is een tamelijk smalle focus wat ik nu zie in die rest. Hè. Het zit met name op zon en wind. En welke mogelijkheden zijn er nou nog meer? Denk bijvoorbeeld aan aquathermie, geothermie, riothermie. Wat zijn de mogelijkheden op het lokaal niveau om zeg maar jouw duit in het zakje bij elkaar te puzzelen? En dat is ook een belangrijke uitdaging. Ik zou het hierbij willen laten als introductie. Dank voor uw aandacht en ik wens u ook een fijn webinar verder. En dan gaan we nu graag over naar de volgende presentatie van Gerry Vente over de RES'en en omgevingsvisies en ook andere instrumenten van de omgevingswet. Gerry, aan jou het woord. Dankjewel, Jenne. Ik ga een poging ondernemen om iets te delen met jullie. Is deze presentatie nu zichtbaar? Ja? Oké, goedemorgen allemaal. Wat Jelle al in de introductie zei, mijn naam is Gerry Vente. Ik ben thema-expert ruimte bij het Nationaal Programma RES. En dat betekent dat ik eigenlijk 30 regio's, waarvan jullie er waarschijnlijk onderdeel uitmaken, probeer te helpen om een vertaling te maken van die opgave, zoals Mike die denk ik net ook vertelde, naar de ruimte. Hoeveel ruimte kost het en hoe kun je ruimte creëren? Tot en met uiteindelijk de instrumenten van de omgevingswet, waarbij we onszelf vanochtend, heb ik begrepen, focussen op de omgevingsvisie. Maar ik zou toch even dit plaatje in gedachten willen houden, want energietransitie is eigenlijk maar een klein stukje van de opgave uit het klimaatakkoord, die uiteindelijk op heel veel verschillende fronten tot een CO2-reductie moet leiden. En als je naar omgevingsvisies gaat kijken, en zeker daar waar je straks ook tot een combinatie en koppeling van opgaven moet gaan kijken, is het denk ik heel erg goed om ook naar de opgaven te kijken die er komen vanuit de mobiliteit, vanuit de landbouw, vanuit de industrie, en niet alleen vanuit elektriciteit of vanuit warmte. Want juist in die fysieke leefomgeving, denk ik, komen al deze opgaven samen.
Maar voor vandaag gaat het te ver, want ik moest mezelf focussen op de resten. Tenminste, dat was de afspraak. De resten, wat ik net al zei, het zijn eigenlijk maar twee opgaven uit het klimaatakkoord. Niet alleen de opgave voor elektriciteit, maar ook die voor de gebouwde omgeving, maar dan op het regionale schaalniveau. Een opgave die heel nadrukkelijk bij de decentrale overheden neergelegd is, omdat de decentrale overheden het beste in staat zijn om met heel veel stakeholders in de regio, zoals ze hieronder ook staan, bewoners, maar ook natuur- en milieuorganisaties, de agrariërs en nou ja, ik kan hier een hele lijst van maken, samen tot een visie te komen en uiteindelijk plannen te komen die in eerste instantie moeten landen in een aantal beleidsdocumenten en vervolgens uiteindelijk echt in de instrumenten van de omgevingswet. Voor wie niet helemaal vertrouwd is met de resten, even heel snel op een rijtje wat het zijn. We hebben er 30 in Nederland, zoals het kaartje hier aan de rechterkant laat zien. Voor de elektriciteit is de opgave heel duidelijk. De opgave van alle resten moet optellen tot 35 terawattuur in 2030. Dus dat betekent dat het dan ook gerealiseerd moet zijn. RES is heel nadrukkelijk een samenwerkingsproces tussen overheden. Dus niet alleen gemeenten, maar gemeenten, provincies en waterschappen, samen met al die andere partners die ik daarnet al noemde, waarvan ik er eentje heel nadrukkelijk wil noemen die heel belangrijk is in dit hele proces. En dat zijn de netbeheerders. En uiteindelijk onderscheiden we een aantal stappen eigenlijk in het hele RES-proces, waarin de RES 1.0 een document is waarin iedere regio aangeeft wat de ambities zijn op het gebied van duurzame elektriciteit. Dus eigenlijk hoe die 35 terawattuur verdeeld wordt over de regio's. En eigenlijk meteen een doorkijk geeft naar 2030 en 2050, hoe daar te komen. Maar het is ook een regionale structuur warmte. En dit is de focus dus van de resten die ik daarnet al noemde. Waarbij ik voor deze keer toch even begin met die regionale structuur warmte. Want die dreigt nog wel eens onder te sneeuwen. De regionale structuur warmte in restverband is een verkenning van bovenregionale bronnen. En waarbij die bovenregionale bronnen, ze werden net eigenlijk al genoemd, geothermie is er daar één van, maar dat kan ook aquathermie zijn, afhankelijk van hoe groot het is. Zo zijn er nog een aantal meer te noemen. Maar ik denk vooral ook aan de restwarmte. En zeker daar waar sprake is van grote industrieën, kan die restwarmte echt voor meerdere gemeenten zijn. Als je dan die bovenregionale bronnen weet, ga dan juist ook bij de regionale structuur warmte heel goed kijken waar de warmtevraag zit. En die zit dus niet alleen in de gebouwde omgeving, maar die zit ook in de landbouw, of vooral de glastuinbouw en de industrie. En daarmee is het doel van die regionale structuur warmte om eigenlijk op dat regionale schaalniveau tot een verdeling te komen van die bronnen over de verschillende warmtevragers. En ik merk dat dit heel vaak gezien wordt als een toch kostenvraagstuk. Een verdelingsvraagstuk. Maar de fysieke leefomgeving is hier een hele belangrijke bij. Hij werd denk ik net ook al genoemd. Warmte kun je niet over een hele grote afstand transporteren. Dus het is heel belangrijk om die warmte, het warmteaanbod en die warmtevragers zo dicht mogelijk bij elkaar te hebben. En je kunt ook juist met die fysieke leefomgeving, zeker daar waar het om nieuwe warmtevragers gaat, gaan sturen waar die eventueel zouden moeten komen als je echt ervoor kiest als regio om een warmtenet aan te leggen. Nou, hier zie je dus dat de relatie tussen de regionale structuur warmte en de verschillende transitievisies warmte uit de gemeente een belangrijk afstemmingsproject is. Even dan weer terug naar de elektriciteit. De opgave voor elektriciteit is, wat ik net al zei, 35 terawattuur. Iedere regio is daar zelf vrij in om te kiezen of die nou zon of wind kiest. Wat hier alleen staat is van, wees je echt heel erg bewust van het feit dat je kunt nu voor heel veel zon op dak kiezen. Maar je hebt daarmee, en ook in de wei, je hebt
echt veel en veel meer hectares nodig dan als je kiest voor windturbines. Dus daarmee, dit is het enige signaal, maak die afweging dus inderdaad op regionale schaal goed. Hij kwam net ook al even langs. Naast al die zonneweides en zonnepanelen en windmolens, is er ook nog echt heel veel extra ruimte nodig voor hoogspanningsmasten, hoogspanningsnetten, kabels en vooral ook voor schakelstations. Laten we niet vergeten dat er echt, wat net al werd geschetst, heel veel verschillende opwekkingseenheden moeten komen voor heel veel verschillende soorten vragers. Die moeten allemaal getransporteerd worden en ook nog eens een keer opgeslagen gaan worden. Die ruimte, dus die daarvoor nodig is, die moet ook een plek krijgen in die fysieke leefomgeving. Dus daarmee is de RES niet alleen zon en wind, maar ook de bijbehorende elektriciteitsinfrastructuur en eigenlijk de warmteinfrastructuur. En dat betekent ook dat, en dat is dit wiebelende plaatje, dat we hopen dat in het kader van de RES 1.0 niet alleen de regio's dadelijk met een bod komen, dus aangeven wat de ambitie is, maar ook echt heel goed verkend hebben, dus verkend, verder ben ik ook nog niet, waar dus inderdaad alles gerealiseerd zou kunnen worden, niet alleen voor zon en wind. Dit echt ook te kijken ten opzichte van alles wat er al staat, want uiteindelijk moet hetgeen er al staat en de nieuwe opwekkingseenheden allemaal aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk. En als dat niet effectief en efficiënt kan, dan zal er dus echt nog heel veel meer aangelegd moeten worden. En die combinatie, dat zorgt ook voor al of niet voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Het restplaatje even in de tijd gezien. We stoppen niet op 1 juli van dit jaar. We stoppen ook niet in 2030. We hebben het over het uitvoeren van de opgave uit het klimaatakkoord die uiteindelijk doorgaat tot 2050. Alleen voor de context van vandaag is het belangrijk om die middelste gele streep in de gaten te houden. Want dat is dus inderdaad de RES'en die een naar onder op 1 januari 2025 tot omgevingsvergunningen moeten leiden. Omgevingsvergunningen voor zon, wind en de bijbehorende schakelstations. En ik klik hem even sneller door. Dus daarmee, wat we steeds in restverband hebben aangegeven, 1 juli is misschien het vaststellen van de ambitie en hopelijk dus dat de verkenning is uitgevoerd waar het allemaal zou kunnen komen, zodanig dat na 1 juli de verankering in de instrumenten van de Omgevingswet kan plaatsvinden. En wat betekent dat nu eigenlijk, die terminologie van instrumenten omgevingswet, in de context ook waar we het vandaag over hebben? Als je dus inderdaad als regio met elkaar verkend hebt wat waar kan, zul je nu inderdaad keuzes moeten gaan maken waar het nu eigenlijk kan in de regio. Dus wat komt waar? En vooral ook, wie gaat nou vanuit die regionale context wat doen? Wat uiteindelijk... Een ambitie vaststellen is één. Maar uiteindelijk komen we weer met z'n allen bij elkaar. Worden die ambities opgeteld? Dus inderdaad die 35 terawattuur. En daarmee ook, iedere regio zal waarschijnlijk voorwaarden hebben waaronder het allemaal gerealiseerd kan worden. Denk even aan lokaal eigendom. Hoe ga je dat nou inderdaad ook in de regio samen verder vormgeven in de samenwerking die er is tussen de verschillende bestuurlijke partners? Uiteindelijk, wat ik zeg, leiden tot, en hier zit echt een doelbereik achter, 1 januari 2025 alle vergunningen. Ik heb hem er toch even tussen gestopt, omdat ik merk dat we het misschien ook weer vandaag vooral over de omgevingsvisie en de gemeente hebben. De RES is een samenwerkingsverband. Alle overheden hebben dezelfde instrumentenkoffer. Dus je zou, denk ik, ook echt even heel goed met elkaar moeten kijken. Wie neemt nu welk deel van deze opgave in de verschillende omgevingsvisies op? Wat doet de provincie? Wat doen de individuele gemeenten? Misschien ook, wat gaat het waterschap doen? En kijk ook daarna alvast door, als je richting omgevingsvergunningen gaat,
Of je misschien ook samen het programma op zou kunnen pakken om tot een uitvoering van de resten te komen. Een paar zaken die eigenlijk weer terugkoppelen ook naar het plaatje wat ik in eerste instantie liet zien. Ruimte in Nederland is schaars. Dus dat is de reden waarom, en dit zijn echt ook opmaten voor de, denk ik, de omgevingsvisies in de verschillende regio's en bij gemeenten. Ruimte is schaars. Dus dat betekent, ga vooral ook zoveel mogelijk om en met de schaarste ruimte en doe dat zo zuinig mogelijk. En kies dus vooral voor meervoudig ruimtegebruik. Eentje daarvan is de voorkeursvolgorde zon. We zien ook dat de ressen daar optimaal voor kiezen, maar dat zal nog een hele kluif zijn om er ook voor te gaan zorgen dat inderdaad al die daken volkomen met zon en al die andere plekken die minder geschikt zijn voor landbouw ook gebruikt gaan worden, dus inderdaad voor zonneopwekking. En zeker ook in het kader van omgevingsvisies, ga vooral kijken waar je dus deze opgave voor zon, wind, warmte kunt investeren met combineren met andere opgaven. En denk ik een hele belangrijke, we sturen nu voor zon en wind heel erg, merk ik, op een landschappelijke inpassing. Terwijl juist om het aantal kabels en leidingen beperkt te houden, zou het veel beter zijn om ook te kijken waar de huidige vraag is en waar de toekomstige vraag is. En probeer daarmee ook vraag en aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar aan te laten sluiten. En de laatste, die kent denk ik iedere res heel goed, sluit aan bij de specifieke karakteristieken van het gebied. Je hebt nog een paar minuutjes. Ik zal deze heel snel doen. Wat je dus nu eigenlijk ziet in de verschillende resten, en daarmee misschien als opmaat voor de discussie misschien straks wel. De resten kiezen maximaal voor zon op dak. Zon hoeft niet alleen op daken, maar kan ook op heel veel andere plekken. Op vuilstortplaatsen, op geluidsschermen. Ik denk dat ook omgevingsvisies daar heel geschikt voor zijn om daar al een visie op los te laten hoe je dat inderdaad zou willen doen. In heel veel resten zit op dit moment vaak een zoekgebied. Laten we wind langs alle snelwegen doen. Dat is fijn, maar ik denk niet dat het straks wenselijk is dat we in het landschap zien waar de gemeentegrens zit. Dus hoe krijg je daar ook samen dus uitwerking aan zo'n concept van wind langs snelwegen? De opwekkingseenheden voor de schakelstations liggen heel vaak in een andere gemeente dan waar de opwekkingseenheden moeten komen. Probeer daar dus inderdaad samen tot afspraken over te komen. Nou, hetzelfde geldt voor wat ik net zei, voor 50% lokaal eigendom, maar dat gaat nu te ver. En dus de warmtenetten waar ook die kabel of die buizen van moeten komen. Nou, en dan natuurlijk, dit klinkt allemaal heel erg mooi. Ik heb ze daarnet eigenlijk al genoemd. Ga vooral ook kijken waar nou die andere belangen liggen. En je kunt niet alles koppelen of combineren. Sommige zaken zullen ook echt niet kunnen voor zon en wind. De wespendief op de Veluwe verdwijnt niet en daar kunnen dus geen windmolens. En hetzelfde geldt, de combinatie met opgaven en andere belangen. Als je dit allemaal op een rijtje zet, hebben we eigenlijk al voor de rest deze routekaart meegegeven. Het zou heel fijn zijn als je nu eigenlijk zo optimaal mogelijk gebruik gaat maken van die omgevingsvisie. En dat is dus eigenlijk het onderste spoor. Alleen we merken nu eigenlijk al, wat je ziet in deze tijdlijn, dat je dan eigenlijk in 2020, eigenlijk liefst eigenlijk vorig jaar al begonnen had moeten zijn. 2025 is in de fysieke leefomgeving een hele korte periode. Dus misschien ga nu toch ook eens denken aan de andere instrumenten als je straks echt omgevingsvergunningen af wil geven. En als je al begonnen bent met je omgevingsvisie, staat niets in de weg om hem op basis van deze nieuwe opgave eigenlijk de komende tijd ook weer aan te passen. Want dit is denk ik de eigenschap van de omgevingswet. De beleidscyclus zorgt ervoor dat je toch weer steeds opnieuw eigenlijk in dit hele proces in kunt stappen. Ik hoop dat ik nog net binnen de paar minuten was, Jelle. Hartelijk dank, Gerrie, voor deze heldere toelichting. De volgende presentatie, ervaringen in de gemeente Meijerijstad, door Wouter-Jan Oosten. Wouter-Jan, mag ik jou het woord geven?
Zeker. Dan ga ik even op zoek naar mijn presentatie. Ik ben onder andere projectleider van de omgevingsvisie in Meijerijstad. En daar zit de energietransitie zeker in. Dan ga ik meteen door naar de volgende. Meijerijstad op de kaart. Om daarbij te vertellen dat Meijerijstad een van de grotere gemeenten in Brabant is. Gelegen tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven, voor wie dat niet direct wist. En in onze voortgang van de invoering van de omgevingswet. Hebben wij nu een voorontwerp omgevingsvisie. En dat is een informeel concept die in december 2020 door het college van burgemeester en wethouder is behandeld. En parallel daaraan zijn er andere beleidstrajecten, zoals onder andere de voorbereiding van de transitievisie warmte. Wat wil ik in mijn korte verhaal vertellen, heb ik op de volgende sheet staan. Dat is de samenhang van beleid op verschillende niveaus, omdat dat bij ons een belangrijke rol speelt. Korte uitleg over hoeveel energie we het bij ons eigenlijk hebben. En dan wil ik ingaan op karakteristieken, zowel ruimtelijke karakteristieken bij ons in Meijerijstad als maatschappelijke karakteristieken en hoe die een rol spelen bij de implementatie van de energietransitie. De verschillende niveaus van beleidsvoering. We hebben in de provincie een provinciale omgevingsvisie. En daarin staat de term die Mike Duin al geïntroduceerd heeft, energielandschappen te lezen. Onder andere voor Oost-Brabant. Er wordt gesproken in de provinciale omgevingsvisie over windparken en zonnevelden, zonnedaken. Maar er wordt ook al op geanticipeerd dat de grote windturbines tegen 2050 misschien wel uitgefaseerd kunnen worden. En dat er innovaties kunnen zijn in de techniek van opwekking. Maar de provinciale omgevingsvisie die is erg abstract in het hoe en in het waar. We hebben ook regionaal beleidsvoering. Dat staat op de volgende sheet. We hebben in de regio Noordoost-Brabant. En dat is een van de vier vaste regio's waar in de provincie Noord-Brabant mee gewerkt wordt. In de regio Noordoost-Brabant hebben we een vaste bestuurlijke samenwerking van gemeenten en waterschappen. Die ook overleg voeren met de provincie natuurlijk. En er zit ook een aan die regionale samenwerking, waarbij met het bedrijfsleven, met onderwijs, andere kennisinstellingen geregeld samengewerkt wordt. Dat was natuurlijk een heel mooi platform om ook de regionale energiestrategie te laten plaatsvinden. Daar is wel een afzonderlijke projectorganisatie met eigen aansturing voor opgezet. En daar spelen dan bijvoorbeeld de regionale netbeheerder een rol mee. Maar in die vaste regionale samenwerking van Noordoost-Brabant is er al een omgevingskoers. Die gemaakt is om de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies te beïnvloeden, te inspireren. Daar is dus intussen al een regionale energiestrategie op dat niveau ook al gemaakt. Dan ga ik naar de volgende sheet. Wat hebben wij lokaal als beleid? Natuurlijk een college-werkprogramma. Ik wil, omdat we hier achterliggend ook de vraag hebben, hoe doe je dat nou als gemeente, ook even ingaan op hoe dat nou bij onszelf georganiseerd is. Er is een directie met een groot aantal werkateliers. Werkatelier is in Meijerijstad de naam voor afdeling. En daarnaast is er een aantal programmadragers die de bestuurlijke maatschappelijke opgaven die door het college gesignaleerd zijn in de collegewerkprogramma proberen te realiseren. En die programmadragers doen dat in programmalijnen. En één daarvan is duurzaamheid. Een andere is de veranderopgave omgevingswet. En met dat alles komt een wat complexe organisatie tot stand. De omgevingsvisie wordt gemaakt in de programmalijn duurzaamheid. En de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid en ook de afvaardiging naar de voorbereiding van de RES, die vond plaats vanuit de themadirectie. Dan ga ik door naar gemeentelijke beleidsnota's. Eerst een kort overzichtje. We hebben als gemeente enkele jaren geleden al een duurzaamheidsvisie gemaakt met een uitvoeringsprogramma daarbij. En meer specifiek is er intussen al een afwegingskader gemaakt voor meer grootschalige opwekking van zon en wind. En dat zijn bouwstenen die ook meegenomen zijn bij het maken van de voorontwerp-omgevingsvisie die ik net al even noemde. Ik kan in iets meer detail laten zien wat er in die beleidsnota zelf staat. Maar ik kan ook al meegeven dat we
behalve de opgave in kwantiteit ook heel erg spelen met de inhoudelijke benadering van het hele vraagstuk. In het afwegingskader zon en wind speelt de situatie van de bodem, de waarde van het landschap, een belangrijke rol. En dat heeft geleid tot de ruimtelijke randvoorwaarden die meegegeven worden. En die benadering van ruimtelijke randvoorwaarden die is ook in de regio te zien bij de voorbereiding van de regionale energiestrategie, in het document wat intussen opgesteld is. Wat hebben we in het lokale afwegingskader opgenomen? Niet alleen die ruimtelijke randvoorwaarden, maar ook een aanpak om de realisatie van zonneparken, om die in tranches over te laten aan de samenleving, aan initiatiefnemers. De idee is, dan komt niet alles tegelijk. Dan blijft het een beetje georganiseerd en is er dus gelegenheid om vooroverleg te organiseren, om de lokale participatie vorm te geven, om goed te kijken naar de ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij ook een adviescommissie actief is. We hebben intussen een eerste oproep en tranche gehad. En helaas is het nu zo dat we voor de volgende tranche even moeten inhouden, omdat de transportcapaciteit anders gaat ontbreken. En behalve die zonne-energie zijn ook mogelijkheden voor windenergie in dat afwegingskader benoemd. En daar zijn 4 zoekgebieden benoemd. En dat zijn natuurlijk punten waar we ook een overlap hebben met het zoeken wat in het kader van de regionale energiestrategie plaatsvindt. Parallel aan het maken van het beleid, lokaal en regionaal, zijn er lokaal ook al initiatiefnemers die zich melden. Niet alleen mensen die bij grondeigenaren langskomen voor een aantal zonnepanelen, maar ook ondernemers die alvast enkele windmolens willen plaatsen. En zo'n project is dan meteen een gelegenheid om af te tasten hoe je dan het beleid vorm wil geven. Dan ga ik nu in op het maken van onze omgevingsvisie. Een belangrijk uitgangspunt bij dat maken is dat we bestaand beleid als bouwstenen gebruiken. Omdat er voor mij in Rijnstad als fusiegemeente recent al heel veel beleid geactualiseerd samengevoegd is. En dat willen we niet direct loslaten. Een ander punt is natuurlijk dat we inspiratie zoeken bij het beleid wat in de regio gemaakt is door de provincie en door de Rijksoverheid. En bij dat beleid op hogere niveaus is natuurlijk de opgave van energietransitie al heel erg belangrijk. We werken vanuit een lage benadering, dus ook bodem, watersysteem, landschap opnieuw vooraan zetten, in ieder geval in de analyse. En vervolgens zijn er voornemens en hoofdzaken gesignaleerd, 19 in totaal. Dat is een combinatie van wettelijke plichten, uitgangspunten, taken en ook lokale keuzes. En de klimaat, mitigatie en de energietransitie horen al bij die voornemens en hoofdzaken. En in de voorontwerp omgevingsvisie uit december hebben we de uitwerking van voornemens en hoofdzaken gedaan in 8 gebiedstypologieën. En die gebiedstypologieën zijn dan steeds een combinatie van gebiedsgericht en thematisch beleid. En energietransitie is in verschillende van die gebiedstypologieën terechtgekomen, waarbij er een verdeling gemaakt is. Daar kom ik zo nog op. Waar we heel erg veel voordeel van gehad hebben als het gaat om de energietransitie, is dat in de bestaande bouwsteen, de duurzaamheidsvisie, al de doelstelling stond van de energie-neutraliteit. En dat is dus niet iets wat ten behoeve van de omgevingsvisie nog als doel ontwikkeld vastgesteld hoefde te worden. Die was maar over te nemen. Hier hebben we op de volgende sheet een afbeelding uit de voorontwerp omgevingsvisie. En wat die laat zien is een van de gebiedstypologieën, de gebiedstypologie zware bedrijvigheid. En we hebben grootschalige opwek een plek gegeven in de gebiedstypologie landelijk gebied verweving van functies. En daar is dus dat al eerder ontwikkelde afwegingskader zon en wind als bouwsteen in overgenomen. We hebben het duurzaam bouwen een plek gegeven in de gebiedstypologie verstedelijkt woongebied. Waarbij dus ook meer oplossingen voor consumenten-producenten terecht zijn gekomen. En we hebben stoffen, stromen, circulariteit, warmte en elektriciteit nog eens behandeld in de gebiedstypologie zware bedrijvigheid, waar dit een afbeelding bij is.
Dan kom ik op de benodigde energie. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Voor de regio is er een ambitieniveau neergelegd van hoeveel er duurzaam opgewekt zou moeten worden. En daarbij is een verdeelsleutel afgesproken door de deelnemers, namelijk naar rato van het huidige energieverbruik. Dat lijkt een relatief eenvoudige verdeelsleutel. En dan kijken we naar wat dat voor mijn rijstand betekent. En dan worden we eigenlijk gerustgesteld. Als we nagaan wat we in 2030 in mijn rijstand duurzaam moeten opwekken. Om aan die regionale ambitie te kunnen voldoen. Dan zien we eigenlijk dat dat maar een heel klein stapje is. Op weg naar onze eigen ambitie. Benoemd in de duurzaamheidsvisie. Overgenomen in de voorontwerp omgevingsvisie. Voor de neutraliteit in 2050. We zijn voor een klein deel al onderweg met bestaande projecten. Maar daarnaast zijn er dus nog reële ambities. En er wordt nog gezocht naar andere mogelijkheden voor duurzame opwek. En daar spelen dus het beleid voor de zonneparken. De stimulering van mensen die op hun eigen particuliere woning panelen neerleggen. Bedrijven ook. En de zoekgebieden voor de windturbines een belangrijke rol bij. Een van de dingen die in de regio naar voren komen. Is dat voor de opstelling van grote windturbines een rijopstelling wenselijk is. En daarmee zit je alweer snel over gemeentegrensoverschrijdend. Kwesties van samenwerking tussen verschillende grondeigenaren. Dat kan ook Rijkswaterstaat of de provincie zijn. Het verdelen, die eenvoudige verdeelsleutel van hoeveel er duurzaam opgewekt moet worden, naar rato van eigen energieverbruik nu, dat lijkt iets van ieder voor zich. Maar met rijopstellingen van windturbines heb je toch natuurlijk elkaar weer nodig. En een ander aspect wat met de gesprekken lokaal over het lokale en het regionale energiebeleid een belangrijk ding is, is die zonneladder. Dat is iets wat we al snel terug horen van participerende burgers. Het is toch de bedoeling om eerst overal zonnepanelen neer te leggen en dan pas verder te kijken naar zonneparken in grondopstelling in huidig landelijk gebied. Dan pas te kijken naar windturbines. Maar daar zit een uitleg achter die we dan proberen mee te geven aan de mensen. En dat is zelfs als alle daken met zonnepanelen volgelegd zijn, dan is er nog een behoefte aan energie. En dus is het verstandig om nu al te kijken naar die andere plekken waar we duurzaam kunnen opwekken. En zo proberen we uit te leggen wat de zonneladder in de praktijk dan betekent voor ons beleid. Dan ga ik snel door naar ruimtelijke en dan maatschappelijke karakteristieken. Ja, je hebt nog eventjes. Ja, maar ik wil nog wat tijd laten voor de pauze en de discussie. Meijerijstad is een gemeente met 13 kernen. Die verspreid liggen over de gemeente. En dat betekent dat het eigenlijk uit bebouwd gebied. Dus vanuit de idee plaatsing van grote windturbines niet te dicht bij een kern. Dat er daar dus al snel een remming optreedt. Er zijn hier ook cultuurhistorisch waardevolle landschappen. En een aantal natuurgebieden. Waar in ieder geval door bewoners, gebruikers waarde aan gehecht wordt in hun beleving. Maar waar natuurlijk ook intrinsiek te beschermen waarden een rol in spelen. De omgevingswet heeft niet voor niets de intrinsieke waarde van natuur meegegeven als uitgangspunt. En voor de situering van Meijerijstad speelt een rol dat we tussen de vliegbasis Volkel van Defensie zitten, die zich in de gemeente Uden bevindt, en Eindhoven Airport. En dat levert ook allerlei beperkingen op voor wat je met name voor windturbines kunt doen. En dan blijft er op ons grondgebied dus van buitengewoon grote of zeer geschikte locaties voor grootschalige opwek misschien wat minder over dan in veel andere gebieden. En wat er met de regionale energiestrategie en het lokale beleid voor energietransitie gebeurd is, is dat er zoekgebieden voor wind ook over natuurgebieden heen gelegd zijn. En ook dat is iets, net als die uitleg over de zonneladder, wat wel aandacht vergt in de communicatie, de participatie lokaal. Er wordt niet snel door mensen begrepen dat je eventueel boven een bos een grote windturbine zou kunnen neerzetten. Dan wat bestuurlijke en maatschappelijke karakteristieken. En hier staat een kanttekening bij
de organisatie van ons binnenlands bestuur en de aanpak van dit beleid. Niet zozeer om daar erg kritisch op te zijn, maar wel om je ervan bewust te zijn dat dat dus extra aandachtspunten bij de uitvoering betekent. We maken hier gebruik van een klimaatakkoord en vervolgens van een regionaal beleid om de energietransitie af te spreken en uitgevoerd te krijgen. En zoals ook netjes terug te vinden is in het rapport De Staat van het Bestuur 2020 en een aantal van de achtergronddocumenten daarbij. Daarbij is er altijd een wat spanningsvolle relatie met hoe komt dat dan terecht in de vaste structuur. Hè? Het Huis van Thorbecke, waar we het dan al zo snel over hebben. Wat is de betrokkenheid van provinciale staten, van gemeenteraden? Een ander aspect is dat er heel erg veel in de regio gebeurt. Waar wethouders, burgemeesters, dagelijks bestuurders van waterschappen, gedeputeerden vooral een rol spelen. En ja, dat leidt ertoe, wat betekent dat voor de invloed die burgers daarop kunnen krijgen? En onderaan bij de laatste blauwe bullet, stad en ommeland, dat is niet alleen maar een onderscheid in perceptie of beleving, maar dat is ook een onderscheid in energie. En we hebben net al gehoord, het is natuurlijk slim om energie op te wekken daar waar die energie ook gebruikt of verbruikt wordt. Maar kan dat altijd in de term van plaatsing van grootschalige opwek? Of moet er iets uitgewisseld worden? En is er dan een verhaal ook van waar komen de baten en waar komen de lasten terecht? Dat is iets wat ook bij het regionale overleg in de energiestrategie natuurlijk wel naar voren kan komen. Dan ben ik bij mijn laatste sheet. Wat valt bij ons in Meijerijstad op? Wij hebben een heel erg actieve samenleving. Er zijn vrijwilligers in dorpsraden actief. Er zijn heemkundekringen die erg hechten aan de cultuurhistorie. Er zijn groepen die zich bezighouden met natuur- en milieu-educatie, die gaan vogelen. En dat zijn allemaal groepen die ook heel erg iets vinden van opwekking van duurzame energie. Maar tegelijkertijd zijn dat ook gelegenheden om samen te werken tussen burgers, tussen lokale organisaties, om energie op te wekken en te verdelen. Dus dat is een mes wat aan twee kanten kan snijden. Enerzijds kan het een bron van verzet zijn en anderzijds kan het ook een bron zijn van coöperatie om met energie aan de slag te gaan. En ik denk dat we in Meijerijstad allebei wel tegenkomen. Concreet hebben we ook een flink aantal maatschappelijke instituties die behoorlijk sterk zijn. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie heeft een sterke lokale afdeling. Maar ook andere ondernemers zijn goed georganiseerd en die zijn ook in staat om initiatief te nemen. Ik noemde net al even dat er een lokaal initiatief is om een aantal windmolens te plaatsen aan de rand van een bedrijventerrein. Nou ja, dat is afkomstig van lokale ondernemers die organisatiekracht hebben om daarmee aan de slag te gaan. En dat ondernemerschap in Meijerijstad komt er bijvoorbeeld ook in tot uitdrukking dat er al relatief veel zonnepanelen op daken van bedrijven liggen. We hebben dat natuurlijk ook wel vergeleken met hoe ver zijn we daarin in de regio of landelijk. Niet dat we daar ons direct voor over op de borst willen kloppen, want dat is natuurlijk een prestatie van de lokale bedrijven zelf. Maar daar zijn we al goed mee bezig. En zou je willen afronden? Iets wat in Meijerijstad ook optreedt, is dat er ontwikkelaars aankloppen bij stoppende agrariërs. Er is natuurlijk een transitie in de landbouw, met name in de veeteelt, bezig. En dan is de vraag, wil een individuele agrariër aan de slag met de ontwikkeling van een zonnepark? Of willen we dat toestaan met elkaar? Dus die energieke samenleving, die Mike Duin ook al noemde, die komt op verschillende manieren naar voren. Ik heb tips of takeaways. Ik denk dat het goed is in het beleid en in de communicatie daarover met burgers. Om te benoemen wat je al weet en wat je nog niet weet. Denk aan locaties, denk aan innovatieve technieken. En om ook aan te geven hoe je om wil gaan en dat af te spreken met elkaar. Hoe je om wil gaan met wat je nog niet weet. Wees daar eerlijk en duidelijk over. En ik denk dat het ook verstandig is om te blijven aansluiten bij karakteristieken van zowel de fysieke leefomgeving, je eigen plaats of eigen gemeente,
als aan blijven sluiten bij de karakteristieken van je lokale gemeenschap. Tot zover, voorzitter. Hartelijk dank. Dan geef ik graag het woord aan Pieter Klep, adviseur voor de gemeente Breda. Pieter, ga je gang. Ja, ik zal hem delen. Kijken. Ja, zo is die in beeld, denk ik, hè? Oké. Van mijn kant even de bijdrage vanuit Breda. Hoe wij daar, zeg maar, energie een plek hebben gegeven in de ontwerp omgevingsvisie. Omgevingsvisie heeft de titel Sterk en Veerkrachtig. Nou, volgende dia zie je, zeg maar, een soort van donut waar al die thema's en doelstellingen in elkaar grijpen. Dit is eigenlijk het denkraam waar alles aan is opgehangen. Gastvrij, grenzeloos, groene gemeenschap, toekomstgericht en stelt de kwaliteit van leven voorop. Bij de ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Het is bijna poëtisch, zou ik zeggen. en daar moet, zeg maar, energie ook een plek in krijgen. Die duurzaamheid en onderdeel daarvan de energie. Hier nog even een plaatje over de verdeling. Zeg maar, tussen die twee hoofdthema's, sterk en veerkrachtig. Veerkrachtig, daar wordt, zeg maar, de duurzame omgeving verder uitgewerkt. Nou, hier zie je even het idee, een team wat heeft gewerkt, zeg maar, aan de omgevingsvisie. Allerlei thema's. Er is een kernteam, er is een schrijfteam. En het kernteam bestaat uit mensen die de verschillende afdelingen vertegenwoordigen. Energietransitie zit bij de afdeling Milieu en Mobiliteit. Daar is een vooruitgeschoven post, dat is Frits. Die heeft daar de verschillende onderwerpen, zeg maar, behartigd. En energie, dat zit weer bij twee personen. En daar ben ik, zeg maar, ondersteunend aan geweest. In het leveren van de input voor de omgevingsvisie. Dus hier zie je al hoe complex, zeg maar, de materie is. Als het gaat over de omgevingsvisie en alles wat daarbij komt kijken. En daarbinnen moet dan de energietransitie een plek krijgen. Nou, kijk naar de inhoudsgave, daar zie je meer terug. Hè? Duurzame omgeving onder het veerkrachtige Breda. Op het einde heb ik nog een plaatje, hoor, met zeg maar, verwijzingen, weblinks naar de huidige conceptversie. Ik kan iedereen daar ook een kijkje nemen. Maar hier zie je, zeg maar, in één oogopslag de inhoudsopgave. Die duurzaamheid. Daar is energietransitie, zeg maar, een plek gegeven. Maar als je dan kijkt naar het klimaatbeleid van Breda, dat begint niet met de omgevingsvisie. Dat is al veel ouder dan vandaag. Dat gaat verder terug nog zelfs dan 2008. Maar in 2008 is er voor het eerst een beleidsnotitie opgesteld met een doelstelling, met een horizon voor de lange termijn. Het doel is nog steeds CO2-neutraal in 2044. En daarbinnen is een aantal thema's benoemd waarmee aan de slag is gegaan. En een van die thema's is duurzame energie. En dat heeft geleid tot een project langs de A16 nabij de Belgische grens. De realisatie van een drietal windturbines. En de gemeente is daar de eigenaar van de gronden waar die turbines op staan. En dat is in de markt gezet voor de hoogste bieder in de vorm van een pachtvergoeding. Nou, dat heeft de gemeente vanaf 2015 ook een behoorlijk budget opgeleverd om een programma verder te gaan inrichten. En van daaruit worden weer projecten georganiseerd. Ja, dat is het uitvoeringsprogramma Klimaat. Dat krijgt jaarlijks een budget vanuit de opbrengsten van de windturbines. Partijen in de stad kunnen één keer in de zoveel tijd een aantal projecten aankaarten. En die worden beoordeeld op CO2-reductie en dat soort zaken. Die worden gekozen en die worden dan uitgevoerd. En zo is, zeg maar, het uitvoeringsprogramma Klimaat ontstaan. En dat loopt dus al een tijdje. En dat is ook iets wat heel mooi past straks, zeg maar, in de omgevingswet, die programmatische aanpak. Het afgelopen jaar ook, of vorig jaar, is gebeurd, zeg maar, de actualisatie van het duurzaamheidsbeleid. En dat is niet op het opnieuw beleidsmatig vaststellen van allerlei zaken, maar echt meer gericht op actsheets. Wat gaan we doen? Is echt op de realisatie. Daar ligt het accent. De doelstelling blijft
CO2-neutraal in 2044. Nou, hier zie je dan nog even de verbeelding van de doelstellingen in Breda. Kijk, nu heb je, of 2008 is dat zeg maar gekwantificeerd allemaal, heb je een bepaald energiegebruik, 100%. En dat, het idee is om dat te gaan laten halveren, het gebruik. En daartegenover, dat moet dan zeg maar duurzaam worden opgewekt. Nou, wat we nu ook al wel weten is dat Breda heeft niet zo heel veel buitengebied rondom de stad. Dus windenergie is niet echt een optie waarvan je, waarmee je alle gebruiken kunt gaan dekken. Dus er zal altijd ook sprake zijn van een stukje compensatie. En dat zie je hier ook mooi terug in het plaatje. Dat is zeg maar inkoop van energie bijvoorbeeld, of opwek in de regio. Dat zijn allemaal zaken die onder die compensatie vallen. Maar ook bosaanplant, dat is nieuw. Dat is een nieuw aspect wat nu geïntroduceerd is. Dat past daar ook in. Nou, er zijn een aantal actualiteiten op dit moment. Hè. Dat zijn er twee, dus de regionale energiestrategie en de transitievisie warmte. Dat zijn twee trajecten die lopen. En die ook een plek moeten krijgen in die omgevingsvisie. Nou, elektriciteit is uitgewerkt. En voor Breda betekent dat, want ik noemde net die drie windturbines aan de grens bij Hazeldonk, bij bedrijven in Hazeldonk. Want daarnaast is er met een aantal gemeentes die langs de A16 liggen, daar is een project opgetuigd om daar een aantal windturbines te gaan realiseren. En op Breda's grondgebied worden dat 7 windturbines. Nou, die zitten dus in die elektriciteitsopgave. En daarnaast, zon op dak is een opgave die uit de rest is voortgevoerd. 113 gigawattuur moet daarvoor gerealiseerd worden. Nou, en de rest bestaat uit twee hoofdcomponenten. Hè. Dus de warmte, daarvan zijn de contouren bekend. Groen gas en de koppeling met restwarmte is daar een belangrijk aspect in. Dat moet nog verder zeg maar ingericht worden. Maar die contouren zijn al wel helder. Nou, transitievisie warmte is natuurlijk een ander traject wat loopt bij alle gemeenten. Wat we in Breda aan het doen zijn, daar zijn we al een hele tijd mee bezig, met het opzetten van een eigen dashboard. Een soort analyse tool, zeg maar. Hoe kun je nou de inzicht verkrijgen om besluiten te gaan nemen, welke wijken op welke manier van het gas af kunnen en welke als eerste daarbij aan de beurt zijn. Ik laat daar zo meteen even een paar plaatjes van zien. Nou, het is vooral heel veel landelijke data verrijkt met lokale data. En dat ligt dan zeg maar onder zo'n analyse tool. Dus dat loopt. Is nog niet klaar, maar binnenkort wordt die wel openbaar, zeg maar, zodat iedereen er ook kennis van kan gaan nemen en mee kan gaan spelen. En wat daar eigenlijk wel bijzonder in is, dat ook bijvoorbeeld de haalbaarheid van de afgiftetemperatuur wordt meegenomen. Dus enerzijds de bron, maar aan de woningkant is heel erg belangrijk op welk temperatuurniveau je de woningen kunt verwarmen. En dat is mede bepalend voor welke technieken dat je kunt gaan inzetten. Als alternatief voor aardgas. Dus dat zit hier ook in. Hoog over, dat wel, gebaseerd op energielabels. Maar het geeft wel inzicht. En dat is wel heel belangrijk ook. Dus ja, de vraag is, wat neem je dan op in zo'n omgevingsvisie? Hè? Want je bent snel geneigd om heel gedetailleerd te gaan kijken. Maar je weet gewoon nog niet wat waar precies gaat landen. Dus daar is ook een knip gemaakt van omgevingsvisie en omgevingsplan. Dus omgevingsvisie die deed om het toch wat meer beleidsmatig hoog over zeg maar, te beschrijven. En die haakjes daarin op te nemen waar je later de zaken mee kunt uitwerken in de omgevingsplannen. Zo is dat zeg maar ingericht. Nou, hernieuwbare elektriciteit, dit is een plaatje vanuit de RES. Ja, je ziet wat er nu gerealiseerd is. Wat er in plannen staat en wat er nog extra bij moet komen. Nou, voor Breda was de opgave hierbij 113 gigawattuur op dak. En de wind zit in dit verhaal, in de concrete plannen. Nou, hier nog een plaatje over de warmtestructuur. Wat een discussie daarbij is die het gebruik. Hè, Gerry gaf dat er straks ook al aan. Die restwarmte is een belangrijk aspect daarbij. Moerdijk is een industriegebied waar wel restwarmte in zit. Nou, het idee is om een koppeling te gaan maken naar die Amercentrale en van daaruit de twee steden die daarop aangetakt zijn, hè, Tilburg en Breda en een stukje Oosthout, om die daarmee van warmte te gaan voorzien. Nou, wat daarbij op dit moment bijvoorbeeld een discussie is, industriële restwarmte, daar is ook onderdeel van afvalverbranding.
En de vraag is, voor de lange termijn, is dat een bron die nog toekomstperspectief heeft? Omdat we naast energie neutraal zijn we natuurlijk ook bezig als Nederland om naar een circulaire economie te gaan. En de vraag is of daar nog sprake zal zijn van veel te verbranden afval. En of dat dus een bron is die voor de lange termijn stand houdt. Dus dat zijn ook aspecten die je daar bij die keuzes in mee moet gaan nemen. Nou, hier zie je in ieder geval het plaatje dat er sprake is van het idee om een aantal bronnen te gaan koppelen aan een bestaand stukje netwerk. Nou, de transitie van warmte, ik zei al, met een analyse tool zijn we bezig, een dashboard. Hier zie je wat plaatjes daarvan. Nou, dat is allemaal gebaseerd op bijvoorbeeld labelinformatie. Je kunt dan aanklikken, dit is een statisch plaatje, maar in de live versie kun je dan aanklikken wat je bereid bent te investeren. Dan zie je wat die investering doet, bijvoorbeeld voor de warmteprofielen, de temperatuur waarmee je die woning kunt gaan verwarmen. Nou, dit is heel belangrijke informatie om straks je analyses mee te doen en te gaan kijken van wat gaat waar landen. Nou, Breda zit voor een groot deel, ongeveer een kwart uit mijn hoofd, zit gekoppeld aan het warmtenet. Nou, de verduurzaming daarvan is op zich al een opgave die impact gaat hebben. Dan ga je vervolgens kijken, want er is ook sprake van het afronden, het rondmaken van een ring, zeg maar, rond het stadscentrum. Dus dan kun je weer nieuwe aansluitingen gaan maken. Heb je meteen ook weer een opgave aan de warmtekant. Dus daar wordt ook gekeken naar allerlei bronnen die daar mogelijk op aangesloten kunnen worden. Nou, Gerry en Mike hebben al laten zien hoe complex die opgave is. Nou, dat is ook heel herkenbaar voor Breda. Zo kun je dus per wijk, je ziet hier 85.000 woningen, zo kun je allerlei informatie uit dat dashboard halen, waarmee straks die transitievisie warmte verder wordt ingericht. Maar dat is zeg maar uitwerking. In dat traject hadden we ook een aantal uitdagingen. Je zag het team in die wolk met betrokken personen en allerlei functies en thema's. Een uitdaging was wel het inzicht in die opgave. Want bij heel veel mensen leeft het beeld van windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en we zijn er. Maar alles behalve het geval. Want als je kijkt naar die opgave, 75% gaat over warmte in Breda. 25% gaat over elektriciteit. Toch zit er een behoorlijke focus op die elektriciteit. En om die switch te maken van die bewustwording, hebben we toch een aantal gesprekken over gehad in een teamverband. Om die opgave helder te maken, hebben we bijvoorbeeld ook uitgerekend wat nou die zeven windturbines, gaan bijdragen aan het energiegebruik van Breda. En dan blijkt dat 9% zijn voor het elektriciteitsgebruik, maar slechts 2,3% voor het totale energiegebruik in de stad. Nou, ga je dat energiegebruik halveren, dan zit je op 4,6%. Dat is nog steeds, laat dat zien dat het maar een hele kleine bijdrage is aan het totaal. En hoe enorm die opgave is. Hoe enorm complex en ingrijpend die is. Dat besef is er nu. Met dat soort voorbeelden hebben we dat duidelijk gemaakt. Nou, vervolgens, welke maatregelen horen daar dan allemaal bij? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat is daarvan de ruimtelijke impact? En hoe ga je dat in de omgevingsvisie opnemen? Nou, dan heb je verschillende kansen. Die koppelingen van die industriële warmte, dat soort zaken, dat zit er allemaal in. Welke innovaties kun je naar gaan kijken? Er komen gewoon wel een aantal innovaties aan. Eén die daarbij genoemd wordt, waar ik grote vraagtekens bij heb, is bijvoorbeeld waterstof. Heel veel mensen denken, we krijgen waterstof, we hoeven niet zoveel te doen. Ik denk dat het een verkeerd signaal is wat daar van uitgaat, want dit is gewoon echt een verhaal apart. Zo, daar kun je een webinar apart aan besteden, maar waterstof doen we eventjes geparkeerd. Je hebt nog een minuutje. Oké. Nou, wat mag je dan regelen? Dat is een vraag. Hè? Juridisch gezien, hoe ver kun je gaan? En het detailniveau, wat zet je in de visie, wat zet je straks in je plan? Dat zijn zaken waar we naar kijken. Nou, waar komt het dan op neer? Als je kijkt naar de stad Breda, warmtenetten met verdeelstations, energieopslag, thermisch, elektrisch, buurtbatterijen, extra trafo's voor verzwaring, warmte-koude opslag, et cetera, laadpalen, warmtewisselaar, riolering, riothermie, en werd er straks ook al genoemd, aquathermie,
is een voorbeeld. Dat zijn allemaal zaken die daarbij gaan spelen. Nou, het buitengebied, collectorvelden, energieopslag, geothermiebronnen, windenergie wellicht nog wat uitbreiding, maar heel veel zal dat niet zijn. Bos aanplanten is een nieuw fenomeen, zei ik al. Nou, dit zijn zeg maar de maatregelen waar het concreet over gaat. Wat we dus hebben gedaan is zeg maar die haakjes gelegd naar toekomstige realisatie daarvan. En eigenlijk uitgesproken van, we erkennen de opgave en we gaan dit soort maatregelen gaan we vooral faciliteren, zoveel mogelijk faciliteren. Je kunt het toch niet gaan concretiseren, maar we gaan het wel faciliteren. Dus dat is een belangrijk signaal. Nou, zontermie is heel belangrijk. Want in Breda en West-Brabant is inmiddels een congestieonderzoek gaande vanuit Enexis. Omdat het elektriciteitsnet gewoon vol zit, nu al. Dus de inkt is nog niet droog en die 113 gigawattuur wordt al een schier onmogelijke opgave om die te gaan realiseren. En daarbij is dan zontermie een hele mooie optie om als alternatief te gaan uitwerken. En die draagt ook veel harder bij aan die 75% warmteopgave. Dus dat is op zich wel de nood van de nood een deugd maken, zeg maar. Grootschalige duurzame opwek, daar is 50% participatie in geregeld. Nou, transformaties, dat is iets wat eigenlijk op rijksniveau nog wel wat te wensen overlaat als het gaat over regelgeving. Je kunt met oude isolatiewaardes nog steeds een kantoor omzetten naar woningbouw. Wij zeggen nee, dat moet gewoon in één keer goed gaan. Gasloos en met goede isolatiewaardes. Dat proberen we zeg maar daar vanuit de omgevingsvisie beleidsmatig vast te leggen. Nou, zongriffen kavelen en bouwen, logisch, maar het moet wel gebeuren. TCO-denken is heel belangrijk. Hè? Dus echt vanuit de lange termijn en de lasten. En wat ik zeg, het bos aanplant is ook een nieuwe. En die zijn dan dus allemaal verwerkt in een kaartje. Dit is mijn laatste plaatje. Nou, A16, daar komen de windmolens. Nou, hier heb je een waterzuiveringsinstallatie bijvoorbeeld. En een zoekgebied voor zonthermie. Het idee is om hier een soort van een energiehub te gaan maken. Bij de waterzuivering heb je al vergisting. Dat is een energiebron. Je hebt daar de windmolens, komen er een aantal. Nou, als daar dan zonthermie ook nog ingeplukt kan worden, dan heb je een heel mooie energiehub waarmee je een stukje van de verduurzaming van het warmtenet bijvoorbeeld kunt gaan realiseren. Nou, als laatste plaatje nog even voor de liefhebber een link naar filmpjes en de documenten zoals die nu in concepten gereed zijn. Dat was hem. Hartelijk dank, Pieter, voor dit mooie verhaal. Daar zat veel informatie in. Ik wil nu graag overgaan naar de presentatie van de gemeente Amsterdam. Even kijken. Mijn naam is Rob Kemmeren, gemeente Amsterdam. Ter introductie heb ik twee sheets opgenomen. Eén is van de organisatie en één over mezelf. Ik ga deze sheet niet helemaal bespreken. Oh, dit is wel heel vlug. Maar kijk nog even naar de vorige. Ja, dit is wat de organisatie vroeg en waar ik ook een beetje op in wil gaan. We hebben natuurlijk genoeg terawatturen, giga, wat ze joule langs zien komen. Die wil ik juist niet behandelen. Ik wil meer op dat proces ingaan en wat mijn eigen ervaringen zijn. Het is ook een beetje leuk om dit soort ervaringen te delen. Dan de volgende sheet. Dit ben ik zelf. Ik werk bij de gemeente Amsterdam. En een van de dingen die ik toch wil meegeven, ja, is echt groot. De directie waar ik voor werk, daar zitten 400 FTE bij, 20 of 30 per team. Mijn eigen team, dat zijn ongeveer 25 mensen. Dus ik vond die sheet uit Breda net ook wel aardig met al die namen erin. Zo'n omgevingsvisie opstellen is natuurlijk een ingewikkeld proces. Nou ja, diezelfde sheet die Breda heeft gegeven, die is voor Amsterdam nog complexer als ik zo bescheiden moet zijn. Ik ben ambtenaar natuurlijk, dus je doet gewoon uiteindelijk wat het bestuur zegt. Ik werk dan ook voor Weesp. Weesp heeft een zelfstandig bestuur. Ik schrijf mee aan de omgevingsvisie, zowel voor Amsterdam als Weesp, alle twee voor het onderdeel duurzaamheid, maar echt in een ondersteunende rol. Dus de presentatie zal er ook ingaan. Ik vertel kort over Amsterdam en dan snel uitstapjes naar Weesp. Volgende sheet. Nou, dat verhaal heb ik net verteld. De omgevingsvisie van Weesp. Die wordt opgenomen in de omgevingsvisie van Amsterdam. Volgende sheet. Dit zijn twee grafiekjes om even aan te geven hoe groot de dynamiek is. Zowel in absolute als in relatieve zin. Nou, voor Amsterdam, ik zelf ben nog steeds in alle bescheidenheid onder de indruk van wat er allemaal gebeurt. Die stad die groeit als kool.
En er komen per decennium ongeveer 100.000 mensen bij. Ja, dat is natuurlijk fenomenaal. In 30 jaar komen er 300.000 mensen bij. Dus dat betekent dat we gewoon een stad als Utrecht ongeveer erbij moeten bouwen. Ja, dat is natuurlijk, dat heeft een hele eigen dynamiek. In Weesp is die dynamiek in absolute zin natuurlijk veel kleiner. In relatieve zin valt het eigenlijk nog wel mee. En je ziet die curvejes, die lijken een beetje op elkaar. Tot en met 2010 is het allemaal, blijft het allemaal redelijk constant. Maar daarna is er een enorme groeispurt ingezet. En de vraag is natuurlijk in hoeverre dat blijft. De getallen die spreken ook wel een beetje voor zich. Volgende sheet. Dit is de inhoud van de omgevingsvisie van Amsterdam. Met daarin ook opgenomen de kaarten uit de RES. En eigenlijk wil ik twee dingen meegeven. Dat, de energietransitie is natuurlijk maar een bescheiden onderdeel ook van de omgevingsvisie. En het tweede is dat zo'n omgevingsvisie echt ook een complex proces is. En het heel erg moeilijk is om overzicht te krijgen. En dat is ook het moeilijke om dat in het begin van het proces te krijgen. Maar daar wil ik zo dan nog even op ingaan. Volgende sheet. Dit is hoe Amsterdam klimaatneutraal probeert te bereiken. Dat is eigenlijk, doen alle steden dat op dezelfde manier. We hebben een beleid en dat wordt dan opgesplitst in een aantal belangrijke onderdelen. Meestal dezelfde gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit. En bijzonder in Amsterdam is natuurlijk nog een beetje de haven. Het is natuurlijk niet zo groot als in Amsterdam of als in Rotterdam, maar de haven is toch nog wel redelijk substantieel. De windopgave, 50 megawatt extra windenergie erbij. Dat is van 70 naar 120 geloof ik. Weet ik niet eens precies, met 50 nu erbij. Er staat ook een artikel in de NRC trouwens gisteren. Zon. Daar hebben we ook een grote ambitie opgeschreven. De vraag is of die haalbaar is. 640 hectare als je het omrekent. Dat is toch wel groot. Dat is 6,5 vierkante kilometer. Dat is ongeveer zo groot als de binnenstad van Amsterdam. En de redenering erachter is dat als je alle geschikte daken neemt, zou je dat daarop moeten kunnen realiseren. De haven wordt gezien als een aanlandpunt van wind op zee en er is veel ruimte voor extra industrie. En eentje die ik zelf erg interessant vind is het afvalenergiebedrijf. Die zie je toch eigenlijk op een hele bescheiden manier terugkomen. Zowel in de omgevingsvisie als in de RES. Terwijl eerlijk gezegd als je naar de getallen kijkt, naar de gigawatturen en de gigajoules, het eigenlijk een van de grootste spelers is. En ik weet niet zo goed wat we er eigenlijk mee aan moeten. Daar wordt ook verschillend over gedacht. Dus hier kan ik het alleen maar even noemen. Er is natuurlijk altijd een samenhang, dan wel fysiek, dan wel gevoelsmatig, met infrastructuur. Circulair, houtbouw is heel populair aan het worden. En klimaatadaptatie is natuurlijk eigenlijk een heel ander onderwerp. Maar in omgevingsvisie wordt dat toch heel vaak bij elkaar gezet. Volgende sheet. Ja, dit zijn eigenlijk twee kaarten. Eén vanuit de RES en één vanuit de omgevingsvisie. Waarin het beleid wordt samengevat. De boodschap van deze kaart is dat ze erg op elkaar lijken. De boodschap is dat de RES eigenlijk bepalend is. En dat in de omgevingsvisie dat wordt opgenomen op een nog wat hoger abstractieniveau. Zodat er altijd nog wat ruimte in de omgevingsvisie blijft. Maar de echte besluitvorming vindt plaats in de RES. Volgende sheet. Als je dan even naar het proces kijkt. Wat ik zelf het moeilijkste vond. De eensgezindheid over de opzet, die was eigenlijk het moeilijkst. Zo'n omgevingsvisie kun je op heel veel manieren opstellen. Er zijn ook heel veel verschillende ideeën over. Mensen hebben andere logica's in hun hoofd. Sommige zijn wat filosofischer, sommige wat praktischer. Om dat in dat grote apparaat op één lijn te krijgen, dat is heel erg ingewikkeld. Gelukkig heb ik me daar niet mee hoeven te bemoeien. Dus ik ben gewoon ingestapt op een moment dat dat al duidelijk was. Maar dat heeft intern in ieder geval tot de meeste discussie geleid. Wat ik zelf ook nog wel een aardige vind, is de boodschappen van tekstschrijvers en kaartmakers. Dat is nogal moeilijk op een lijn te krijgen. Even een verhaaltje schrijven, dat is nogal makkelijk. Maar om dat goed op een kaartje uitgebeeld te krijgen en dat die mensen goed op elkaar zijn afgestemd, dat blijkt iedere keer weer heel taai onderdeel van het proces te zijn. De ambities die zijn echt vreselijk hoog. Als ik zo vrij mag zijn,
ik weet niet of wij het er Amsterdam allemaal gaan halen. Dat is natuurlijk ook voor de omgevingsvisie niet direct relevant, omdat je daar op gaat schrijven wat je wil. Maar de uitvoering zal echt nog een hele taaie kluif zijn. Dat spreekt nogal voor zich. Amsterdam, Weesp, de schaalgrootte, de complexiteit en de samenstelling van het college heeft een hele andere dynamiek tot gevolg. In Weesp zijn bij de samenstelling van de RES twee zoekgebieden geschrapt. Dat heeft de raad gedaan en daar is een wethouder voor opgestapt. In Amsterdam liggen die verhoudingen natuurlijk heel anders. Het college is wat linkser, nog ambitieuzer en steunt het programma, het ambitieuze programma ook veel meer. Volgende. Ja, dit vond ik zelf een hele aardige. Als je kijkt naar de groei van Amsterdam, dan zie je dat die stad ongeveer met 30% groeit. Hè? Dus van 600.000 naar 800.000 of zo. Dan verwacht je dat het elektriciteitsgebruik ongeveer met dezelfde mate groeit. Maar dat is niet het geval. Het elektriciteitsverbruik dat verviervoudigt. En dat is natuurlijk gigantisch. En dat heeft een heel groot ruimtebeslag tot gevolg in de stad. Zowel van de onderstations als voor de leidingen. En in het begin was dat eigenlijk mij niet zo duidelijk. En dat verbaasde mij zelf, want ik zit nog redelijk dicht bij het vuur. Maar ook andere mensen die dat beeld allemaal wel een beetje hadden. Hadden toch niet echt de scherpte daarmee in het debat. Dit leidde toch wel tot heel veel overleg. En er is nu ook een bestuurlijke opdracht uitgegeven. Bestuurlijke opdracht nutsvoorzieningen. Om het heel goed in kaart te brengen wat er nou precies nodig is. En ik denk dat dit allemaal een beetje lijkt op wat er in de landen gebeurt. Het verschil met de rest van Nederland is denk ik dat de datacentra heel erg een grote rol spelen. Die vragen gewoon weer heel veel extra elektriciteit. Het warmte krijgt natuurlijk ook veel aandacht. Voor het warmtenet, voor de aquatemie. Relatief weinig aandacht krijgt juist de gasinfrastructuur. Dat verbaast me altijd een beetje. Als je goed veel aandacht geeft aan een warmtenet, moet je ook de conclusies trekken voor de gasinfrastructuur. Maar dan zie je toch eigenlijk nauwelijks dat daar in de omgevingsvisie duidelijk beleid op komt. Of dat zie je eigenlijk ook niet zo heel sterk in de rest terug. Volgende sheet. De winddiscussie, dat is is eigenlijk de meest lastige. En die komt het meest in de publiciteit. Wat ik net al zei. De doelstellingen van het college zijn om 50 megawatt extra te realiseren. Dat is al best heel erg moeilijk. We merken gewoon, er is veel publiciteit. Er worden veel zienswijzen ingediend bij de omgevingsvisie. Bij de rest zijn er eindeloze inspraakprocedures. Mensen hebben zich goed verenigd. Er worden handtekeningenacties georganiseerd. Dus een vereniging met Windalarm, hebben 15.000 handtekeningen opgehaald. In het zuiden van Amsterdam en Zuidoost, 4700 handtekeningen opgehaald. Dus je ziet dat het draagvlak nog niet helemaal pro-wind is, zou ik maar zeggen. Kun je tot de afronding komen? Wat zeg je? Kun je tot de afronding komen? Ja. Mijn conclusie is eigenlijk dat de omgevingsvisie in de RES tot eindeloos veel overleg leidt. En dat dat een hele goede zaak is. Iedereen moet elkaar standpunten kijken. Het is moeilijk om overzicht te krijgen. Kijk maar even naar de volgende sheet. Ik heb een uitspraak van Rutte genomen. Dat vond ik wel leuk. Democratie is een breekbaar vaasje. Bureaucratie is ook een breekbaar vaasje. Het is best wel ingewikkeld om dat hele proces goed tot een goed einde te krijgen. Het vereist veel volwassenheid van iedereen om met elkaar in overleg te blijven. En uiteindelijk komt het eigenlijk ook altijd wel goed. Dat is het. Hartelijk dank Rob voor deze snelle presentatie. Er zat toch nog veel informatie in. Tot slot zou ik dan willen overgaan tot de reflectie van Klim Soré. Oké, dankjewel. En ook alle sprekers dank voor hun presentaties. Ik ben landschapsarchitect. En vanuit het landschap veel bezig met de rest en natuurlijk ook met omgevingsvisie. Dus vandaar ook bij mij gevraagd werd, Klim, reflecteer eens even op wat er nu allemaal genoemd is. En als ik
Vanuit mijn vakgebied kan ik op meerdere manieren kijken naar de omgeving. Wat is nou omgeving? Omgeving is de ruimte, de ruimtelijke kwaliteit, waar ik natuurlijk heel veel mee werk. En die ruimtelijke kwaliteit, werd ook al in die presentaties aangegeven, wordt geborgd in beleid. In veel bestaand beleid en de omgevingsvisie probeert dat allemaal samen te voegen. En dat beleid, dat geldt voor heel veel verschillende gebieden. Er worden al benoemd natuurgebieden hebben, we hebben stedelijke gebieden, we hebben industriegebieden, agrarische gebieden, recreatiegebieden. En al die gebieden, die creëren een soort van lappendeken. Die werd net ook al even door Michael van Duin genoemd. Maar dan een ander lappendeken van plannen en wensen en eisen en restricties op ons landschap. En die energietransitie, dat is geen gebied. Die heeft ook niet zo'nzelfde status. Dus die energietransitie die dient binnen dat lappendeken op de restruimtes nog een plekje te vinden. En dat is heel erg moeilijk. En dat merken we ook niet alleen in de rest, maar ook in omgevingsvisies. En daar zit wel een gevaar in. Want in die restruimtes hebben we ook nog behoefte aan inpassing en ruimtelijke kwaliteit. En ik weet dat de Park Noord-Holland een aantal jaar geleden nog noemde, dat die waarschuwde voor een niesbui aan energieinitiatieven verspreid over ons landschap. En die kans en dat gevaar is er nog steeds. En dan zal ik kijken, in mijn Rijstad werd even genoemd dat er een windzoekgebied over een natuurgebied geplaatst is. En ook al meteen met de kanting dat dat nog wel eens voor discussie en gevaar kon leiden met of het überhaupt gaat lukken. Dus naast het energielandschap, wat ook al eerder genoemd werd, pleit ik ook misschien wel voor een energiegebied, waarbij dus energie het leidende voorwerp is. En de andere onderwerpen meegekoppeld kunnen worden. En niet alleen andersom, dat de energie een meekoppelkans is met het landschap en in een plek komt waar het eigenlijk alleen maar kan. Omgeving is ook de mensen die er gebruik van maken en die er leven. Dus mensen die ook mee mogen denken. We hebben het term participatie veel horen voorbij komen. Iets wat uitermate belangrijk is. Een belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie. En ook input als vanuit de mensen. En het gaat dus om meedenken, samen doen en draagvlak. Amsterdam noemde net ook al, draagvlak vooral bij wind nogal een probleem is. Maar ik hoor ook wel vaker dat draagvlak steeds meer een doel is. Maar dat is het natuurlijk niet. Draagvlak moet een resultaat zijn van een goede samenwerking. En dat is een hele lastige. Vooral bij energietransitie. Veel bewoners die participeren eigenlijk vanuit hun eigen achtertuin, de NIMBY. En niet vanuit het grote geheel. Niet vanuit het grotere idee waarom we dit doen. En die paradigmawisseling waar dat Mike Duin even over sprak, die is hier ook heel belangrijk. Mensen moeten bewust zijn van wat ze doen. En dat is vaak niet zo, waardoor die participatieve weerstand tegen zonne-windenergie best groot kan zijn. Ik heb wel eens gezegd, het is ook een beetje een stelling voor strakjes misschien, dat participatie zonder een duidelijke doelstelling het zand in de hybride motor van de energietransitie kan zijn. Ik zeg natuurlijk niet dat je niet moet participeren. Het is juist heel belangrijk dat er geparticipeerd dient te worden. Maar zoals ook bij mijn Rijstad net genoemd werd, er moet verteld worden wat je weet en wat je niet weet. Maar er moet ook verteld worden waar men voor aan de lat staat. Waarom doen we dit? Meedoen aan participatie is vrijblijvend. Het participeren zelf niet. Want we hebben een doel wat gehaald moet worden. Een derde omgevingsbetekenis voor mij is eigenlijk dat omgeving geen grenzen kent. Er werd ook al eventjes door Gerry benoemd. Planologische grenzen, die hebben we wel, maar omgeving heeft dat niet. Een bepaalde omgeving met een sfeer en iets waar we iets kunnen doen. En in die omgevingsvisie zit daar wellicht een klein knelpunt in. De omgevingsvisie is natuurlijk begrensd door haar gemeentegrens. Er wordt wel enigszins over die grenzen heen gekeken, maar het gaat over de gemeentegrenzen. De ressen voegen die omgevingsvisie samen, maar hebben ook weer een grens. Ze kijken wel over hun grenzen heen, naar de buurressen. En daar hebben ze ook wel enige interesse voor. Maar dan nog kunnen ze alleen maar dingen uitspreken over zichzelf. En de rest Noordoost-Brabant laat daar iets heel interessants zien. Ik mocht geen presentatie geven van Maarten, en dat ze genoeg plaatjes hadden gezien. Maar ik ga wel één plaatje delen van u. Dit is de rest Noordoost-Brabant met hier mijn Rijstad, waar we net een presentatie van hebben gezien. En wat we zien is hier zonne-energie. Niet wind, maar zon. En mijn Rijstad heeft eigenlijk bijna zijn hele grondgebied aangegeven als zijn de zoekgebied voor zon. Behalve dan de Beekdalen en de steden. Ik gok dat dit de A en dit de Dommel is. En zeer ambitieus. En we zien dus ook al hoe keihard hier die grens, die planologische grens is met de gemeentes eromheen. Wat betekent dat, vraag ik me dan af. En dit vind ik nog wel een ene. Maar als we dan naar het oosten gaan, vind ik hem hier heel interessant bij Sint-Antonis en Boksmeer. Wat hier gebeurt. Er is hier een zoekgebied aangeduid voor een plek voor zon.
maar er zal een gedachte achter zitten, maar Boxmeer heeft op een gegeven moment wellicht gezegd, nou, wij doen niet meer, ze hebben het ergens anders ingeborgd, maar dit is natuurlijk voor de lezer van een RES is dit eigenlijk niet uit te leggen. Hoe dit nu werkt. En daar zit een gevaar in, met wat Ferry ook al aangaf, Gerry ook al aangaf, dat je echt naar je grens, met die grenzen aan de slag moet gaan. Die omgevingsvisie die heeft zijn grenzen natuurlijk waar die dingen over moet zeggen, maar je moet de RES moet die ondersteunen en de lokale energiestrategie moet die eigenlijk mogelijk maken. Dat moet die grenzeloos doen. Grenzeloos in de brede betekenis, de breedste betekenis van dat woord. En bij die grenzeloosheid kom ik eigenlijk terug bij waarmee ik begonnen ben. De wens om energiegebieden die niet naar planologische grenzen kijken van de omgevingsvisies, maar juist naar het hele landschap en waar we wat kunnen doen op een grote schaal en op een kleinere schaal. Want de klimaatverandering die kijkt ook niet naar die grenzen. Hoe dan ook. Ik vond het zeer inspirerend, want het heeft mij dusdanig veel aan het denken gezet dat ik dit heb kunnen reflecteren op deze manier. Dank daarvoor. Dit was mijn reflectie.